hoeft niet te dweilen. Wat? Wat? Wat is het dan? En dan? Je oor staat weer scheef. Kom, je pet. Ja, en ook daar kom ik voor op, hè? Voor mezelf, maar ook voor mijn meisjes en voor mijn poezebeestje boven, mijn kereltje. Ja. Je moet vechten voor jezelf, maar ook voor je gezin. Vechten voor je familie. Vechten voor je buren. En goedemiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we zijn inmiddels alweer op maandag aanbeland. 6 december. Dat, Elwin die zit op de bank. Waar is Rijka? Die zit natuurlijk daar weer. Die komt ze. Hé, hey, meisje. Hallo. Waar is Gandalf? Nou ja, die zit achter de bank op de rollator. Hi man. Hey kerel. Hi. Dus ja, en vanmiddag komt Stefan weer. Dus ja, dat wordt weer aan het werk vandaag. Ja, daar is het ook weer maandag voor. Dan moet iedereen gewoon weer aan hun werk. Ja, echt waar hè? Ja, echt waar. Dus ik ga zo meteen eerst even lekker met de meisjes even lopen. Ik heb maar een dubbele legging aangetrokken. Althans, ja, een legging en een broek. Laat ik het zo maar even zeggen. Want het is maar koud. Het was vannacht al ontiegelijk koud. En ik liep te kleumen op de weg. Want ik had maar alleen nog een broek aan en een panty. Maar dat is niks. Nee. En dat is dan koud hoor. Dus ja, ik denk ik doe nog een legging erbij aan eronder. Ja, wat kan het schelen? Nou, voor de rest weer netjes aangekleed. Mijn tijgerbloesje aan. Ja. Dus ja, ik ben er weer tevreden mee. Ik denk, we doen ons tijgertje er weer bij aan. Hé, meisjes? Ja. Dus komt allemaal goed. Wat we gaan doen, weet ik niet. Ik camera weer leeg zien te halen. Ik moet een plaatje afmaken voor een ander. Ik moet eigenlijk nog meer andere plaatjes weer maken. Maar ik heb eigenlijk ook nog wel. Maar dan moet ik dat eventjes weer zien te vinden waar ik dat heb staan. Maar dat komt allemaal wel goed. En daar maak ik dan weer voor jullie een video van. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ja, gewoon hou vol goede moed, dan komt het gewoon vanzelf allemaal weer goed. Ja, ik weet het anders ook niet. Maar in ieder geval, omdat Stefan die komt rond 3:15. Dus ik heb nog wel even te gaan. Hè? Dus we gaan zo eerst even lekker lopen. Ja. Ja, ik was uitgerekt en dat doet me zeer. Dus dan maar even zo. Wat doe je allemaal? Elwin. Elwin. Hallo, ik vond dat te lekker op die vloer. Je hoeft niet te dweilen. Wat? Wat? Wat is het dan? En dan? Je oor staat weer scheef. Kom, je pet. Zo. Hallo. Ja, wat moet met? Wat moet met je poten? Wat moet met je poten? Nou, wat is het? Oh ja? Had je wat te vertellen? Hè? Had je wat te vertellen? Hè? Had je wat te vertellen dan? Hallo? Had je wat te vertellen? Had je wat te vertellen dan? Hm? Wat is het nou allemaal? Wees maar een meisje jij. Hé, boefie. Ja, inderdaad, een boefie. Echt een klein ondeugend lief boefie is het. Kleine ondeugend. Het straalt van de koppie af.
je ook gek doen? Allebei gek doen. Hé? Maar oké, ja, ik ga ze lekker even uitlaten en dan kom ik daarna nog wel weer even retour en dan zien we wel hoe en wat. Ja hoor, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je dag en geniet ook met ons mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes retour. De twee dames lekker op de bank. En ja, elk moment kan ook ons Stefan komen, dus ja, we wachten dat lekker af. En dan is het eerst een bakje koffie voordat we verder aan het werk gaan. Maar ik moet ook nog even wat voor iemand anders wat doen. Ja, en dat is een pasje. Dat je niet met zo'n vies snotdoekje voor je mond moet lopen. Ja? Oké, gewoon. Van het internet halen. Dus ja, doe dat. En ziel het in. En ja, ik mankeer dus echt wat. En ik, die vriendin van mij ook en haar zoon ook. Dus ja, als je echt wat mankeert, moet je het wel doen. Mankeer je niks? Ja, ik zou zeggen, probeer het dan op een andere manier om geen snotdoekje te dragen. Want ik noem dat echt snotdoekjes. Daarbij dus zit iets in, dat weet ik. Ik weet niet meer wat. Het is me wel verteld, maar het is een Latijnse benaming en dat ken ik niet. Het is door een verpleegkundige tegen mij verteld, dat, wat erin zit. En je wordt er niet vrolijk van. Ook zij draagt het al, ik weet niet hoe lang, al voor die corona natuurlijk al. Omdat, ja, het is een verpleegkundige, dus die heeft het er in het ziekenhuis mee te maken. Maar je wordt er niet vrolijk van. Er zit iets in wat niet toelaatbaar is in jouw lijf. Ook een soort met gif, laat maar zeggen. Nou ja, dat wil je dus niet, hè. En vooral niet als je niks met je beroep heeft te maken dat je het moet dragen. Nou, en als jij dat niet hebt, dat je bij wijze van spreken puntje scheppen bent, of je zit op een naartelier, of je werkt in een winkel, dan heb je dat niet nodig. Het is bullshit. Ja, het is geen veiligheid. Dat heeft Rutte zelf gezegd, hè. Geen veiligheid. Dus moet je het niet willen dragen. En, nou, vanmiddag. Ik werd boos, hoor. Ik werd toch boos. Ik sta er een busje. Een taxibusje. Kindervervoer. Al die kindertjes. Een snotdoekje voor. Ik denk, ja, papa, hou op met je schijnveiligheid. En vooral bij die kindertjes en vooral bij oude mensen. En vooral bij ook mensen die geestelijk niet in orde zijn. Dus Down-syndroom, noem maar op. Waar zijn ze daarmee bezig in Den Haag? Waar zijn jullie mee bezig? Ja, doe normaal. Iedereen moet normaal doen. Geef elkaar een knuffel, haal die doekjes weg, gooi ze weg. Kan het niet genoeg benadrukken. Koop ze niet meer, ga er tegenin. En ik heb het gedaan. Ja, en daar ben ik trots op. Ik heb net gebeld met de politie, Noord-Holland Noord. Ik woon in Den Helder, maar Den Helder, ja, dat... het is geen stad, het is eigenlijk een dorp die uitgegroeid is qua grootte tot een stad. Maar het heeft nog geen stadsrechten, wordt er mij medegedeeld, terwijl we het wel een gemeentehuis hebben. Dus ja, normaal is het zo, als je een gemeentehuis hebt, ben je ook een stad. Hey, ook stadsrechten. Maar ja, mij is het dat het niet waar is, dus oké, ik weet het niet. Ik ga dat toch eens een keer verder uitspitten. Maar niet nu. Maar ik heb de politie dus gebeld. Daar even op terug te komen. Ik heb alles zoveel mogelijk verteld. Want ze moest even het een en ander natuurlijk opschrijven. Waarom, hoe en wat. Ik had een hele lieve dame. En ze zou doorgeven naar Den Helder. En dan krijg ik binnen de 48 uur telefoon terug.
om een afspraak te maken wanneer ik op het bureau kan komen. Dus daar gaan we voor, lieve vrienden. Ja, aangifte doen. Massaal aangifte doen. En niet alleen nog via het internet gebeuren, want dat schijnt niet goed genoeg te zijn. Je kan beter bellen, afspraak maken, heen gaan. En massaal doen. Ja, want ik... Dit wil je je kinderen toch ook niet aandoen? Dit zo'n leven? Opgesloten te zitten? Of je nou wel of niet gevaccineerd bent. Doen. Ook de gevaccineerden. Want ook jullie leven gaat kapot. Kijk om je heen. Er zijn al genoeg door het vaccin, welke vaccin dan ook, al overleden. Wil jij die kant ook op? Nou, dan zeg ik, bestel dan even zo vast je kiest. En maak even je uitvaart klaar naar je eigen wensen. En ga vooral door met die vaccins. Maar wil je stoppen? Stop dan ook. .nl. Ja, ik heb gezegd. En nou ja, ik ga alvast koffie maken, want ik heb dorst. En de poort kan zo elk moment ook open gaan. En dan komt Stefan naar binnen. En ja, hij is er al een keer op geweest. Maar het mag eigenlijk niet. Het interesseert hem niet, maar oké. Je hebt wel ook met zijn baas te maken, hè? Ja. Dus. En de meisjes, waar is Rijka nou weer? Die zal wel achter me wezen. Ja! Zit je je pootjes weer te verbranden, of niet? Ja, je denkt wel om mij. Ja. Ja, dat doet ze wel. Ze denkt er wel om. Grote meid. Moet je er nou zien zitten, hè? Zo lief, zo aandoenlijk, heerlijk. Maar ja, die is ook lief en aandoenlijk. Of niet dan, hè? Ja, en ook daar kom ik voor op, hè? Voor mezelf, maar ook voor mijn meisjes en voor mijn poezenbeestje boven, mijn kereltje. Ja, je moet vechten voor jezelf, maar ook voor je gezin. Vechten voor je familie. Vechten voor je buren. Vecht voor iedereen. Kom tezamen. Hand in hand zijn we sterk. Dus lieve vrienden, gewoon bellen naar het politiebureau bij jou in je buurt. Afspraak maken en heen gaan. Zo simpel als wat. Wat voor een aangifte je dan ook heen zal gaan, bij wijze van spreken. Het is toch simpel om dat even te doen? Ja. Voor elke aangifte moet je eerst tegenwoordig een afspraak maken. Vroeger was het anders. Dan was het, je kon er gewoon zonder te bellen er al heen en je werd geholpen. Maar ja, je moet nou een afspraak maken. Dat is al jaren zo. Dus ja, ik heb het voorheen ook vaak genoeg wel gedaan. Tenminste, vaak, wat heet vaak. Maar ik heb dat wel eens moeten doen. Nou, en dan moet je ook een afspraak maken. Het is aan één kant een beetje absurd, want stel je voor dat het iets ernstigs is. Dit is ook eigenlijk ernstig, wat er nou gedaan wordt. He, maar stel je voor dat er iemand voor je deur staat om jou een mes in je ribben te steken. Wil je toch ook gelijk aangifte doen? Moet je 2 dagen later komen. Ja, maar ja, de politie, als je 112 belt, dan komt de politie wel en dan wordt hij meegenomen. Maar dan moet je alsnog wel je aangifte gaan doen. Dus ja, dat heb ik ook al een keer meegemaakt. Ja. Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Er kwam de politie bij je. Wilt u aangifte doen? Ja, ik wil aangifte doen. Nou ja, als u uit het ziekenhuis bent ontslagen, komt u maar. Maar de dames gaan de keer, de poort gaat open en er komt een fiets naar binnen met Stefan. Dus ik zeg, doen! Doei! Ja, lieve vrienden, ik ga me eigen weer even klaarmaken om met de dames te lopen. Moet jij grapje doen? Hé, moet jij zo grapje doen dan? Hé, ja. Grapje doen, hè? Ja, maar ik moet wel mijn regenkleding aan. Dus ik heb mijn broek al aan, wat dat er gaat. En dan is het gewoon eerst een normale jack. En dan mijn regenjack eroverheen. En dan weer capuchon en alles op. Ja, want het is hoogst hier iedere keer. En dan word ik maar heel erg nat van. Nee, dat wil ik niet. Nee.
Hatsjoe, hatsjoe, hatsjoe. Hatsjoe, hatsjoe, hatsjoe. Hatsjoe. Hé, hatsjoe. Oh ja? Oh. Ze had even wat te zeggen. Ja? Ze laat duidelijk merken dat ze aanwezig is. Moet kunnen. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Bon appetit als je nog eten moet. Ik dus wel. Maar de eerste dames, dan ik. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Let wel, als je gek bent op kerstfilms zoals ik, RTL 8, daar om 8:30 begint het alweer. Hey, kerstfilms. Dus ik kan eerst mooi kijken naar goede tijden, slechte tijden. En daarna gaat hij over naar RTL 8. En dan heb ik weer plezier. Ja, ze zeggen, geniet er ook van als je ervan houdt. En tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reuze laat. Want het is alweer 3:44 in de ochtend. Dus voor mij had ik al lang eigenlijk moeten leggen, hè? Ja, of niet, dan kan dat. Ja, hè. Vrouwtje had het dan moeten slapen, hè? Mijn vrouwtje moet hem nog uitkleden. Hai. Wat is... Rustig, hè? Ja. Nou, alle drie op bed. Mijn vrouwtje moet het nog maar inzien te kruipen, hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, met het blik op mijn diertjes gericht, zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. En hoe laat dat zal worden, weet ik niet. Maar het komt goed. Ik zou zeggen, tot dan.